De regering heeft maatregelen goedgekeurd om de koopkracht te versterken, waaronder belastingverlichting, een verhoogde belastingvrije grens naar 9000 SRD en brede belastingsschijven. Landsdienaren, vooral verpleegkundigen, kregen extra koopkracht. In december 2023 ontvingen ze al 2500 SRD extra. En nu nog eens 2500 SRD, waarvan 1700 SRD is uitbetaald. Met de rest in 2024. Gepensioneerden en anderen genieten vergelijkbare voordelen. Met ook een tijdelijke 1 SRD-korting op brandstof in december 2023. Ministers evalueren de beschikbare financiën voor een verantwoorde uitvoering van deze maatregelen. Gericht op welzijn en voorspoed in 2024. Minister Stephen McAndrew heeft succesvol zijn studie in Project and Program Management aan de University of Limerick afgerond, waarbij hij de graad van Master of Science behaalde. Hoewel hij de afstudeerceremonie niet kon bijwonen vanwege werkverplichtingen, benadrukt hij het belang van voortdurende educatie, vooral voor jongeren, en zal in 2024 prioriteit geven aan onderwijsgerichte projecten. Hij moedigt vooral jongeren aan om zich verder te scholen en bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van Suriname. President Chandrika Prasad Santokhi ontving gisteren van ambassadeur Shankar Balachandran van India de biografie van Guru Nanak Devji, de stichter van het Sikhisme. Het boek, bedoeld voor staatshoofden en regeringsleiders, bevat een waardevol voorwoord van premier Modi en is uitgebracht door het ministerie van Minority Affairs van India ter gelegenheid van de 554ste verjaardag van Guru Nanak Devji. De president waardeert dit unieke geschenk en ziet het als een verrijking van culturele uitwisseling tussen Suriname en India.